Bieboys, we zijn een duo, eigenlijk een trio vanuit de Bibliotheek Gelderland-Zuid. En wij zijn begonnen tijdens de allereerste lockdown met het maken van filmpjes. Want de scholen waren dicht, de bibliotheken waren dicht. En wij dachten, ja, we moeten wel nog iets doen met leesplezier. Want dat is wat we doen vanuit de Bieb. Wij brengen leesplezier bij kinderen van 4 tot 12 jaar. En dus we zijn video's gaan maken. En in die video's, jij zegt altijd, het zijn klokhuisachtige video's. Nou, dat vind ik dan... Zeker, ja, absoluut. Ja. Ja. En met die video's willen wij de kinderen in beweging brengen. Dus om iets te doen met een boek. En na het maken van die video's hebben ze nu ook een eigen boek geschreven. En om dit aantrekkelijker te maken voor de kinderen, hebben ze ervoor gekozen hun eigen boek op een net iets andere manier te schrijven dan de meeste gewend zijn. En het is een toneelleesboek. En een toneelleesboek is, dit ziet er eigenlijk wat anders uit. Want ieder verhaal begint ook met een opsomming van de personages die voorkomen in het hoofdstuk. En dan ga je als dat personage dat verhaal lezen. Dus als jij, dit hoofdstuk gaat bijvoorbeeld over ons twee en over Bert. Bert de directeur, nou dan sta je iets anders als een directeur. Dan praat je misschien iets anders als een directeur. Dus je probeert je echt in te leven in een karakter. En dat lees je dan hardop voor. Dit boek ligt vanaf vandaag in de winkels, dus veel reacties hebben ze nog niet. Maar er zijn wel al wat testlezers geweest. Ja. En die vonden het fantastisch en die wilden niet stoppen met lezen. En die waren wel zeer enthousiast. Ja. De Bieboys zijn er dan vooral mee bezig om lezen voor de jongere kinderen leuk te maken. En volgens hun is lezen ook heel erg leuk. Ze hopen dat ze dit aan de kinderen kunnen overdragen. En lezen is natuurlijk superleuk. Hè? Dus het plezier in lezen, dat moet ook gewoon bij de kinderen terechtkomen. Het is leuk om in een wereld terecht te komen die er anders uitziet dan deze wereld. En het is leuk om nieuwe karakters te leren. Het is leuk om je daar ook een beetje in te kunnen verdiepen. Dus ja, en dat is natuurlijk het toffe van lezen.